Maar als ik het wil, mag ik het dus. Dan weten jullie dat vast. Nou, ik wens je heel veel succes. Ik dacht dat jij iets enthousiaster zou zijn misschien. Je moet gewoon in een paar zinnen kunnen vertellen wat je doet. Dus in januari al beginnen met de hele verbouwing van het pand en alles. Ik ben een klein beetje verdrietig met mijn werk. En het was zo'n goede dag. Ik had aangegeven, aan het begin was het best wel pittig. Maar de klas groeit zo erg en alles wat ik heb ingezet en geïnvesteerd, het gaat zo goed. Echt zo'n leuke dag gehad. Zo'n fijne dag en naar mijn zin met mijn collega's en alles. En ik weet natuurlijk nu dat ik ga stoppen. Ik moet nog tekenen, maar ik ga stoppen. En ik zit nu echt met een heel dubbel gevoel van oké, ik ga hier echt heel fijn weg. En ik ga naar huis en ik ben ook echt gewoon klaar. En straks ga ik ineens elke dag moeten werken en niet te vergelijken met deze baan. En ik moet ze teleurstellen, ik moet school achterlaten terwijl ik juist wat aan het opbouwen ben. En nou, heel moeilijk of zo. Natuurlijk kan ik altijd weer juf worden, maar dan denk je ineens, straks ga ik het heel erg missen. En moet ik dit wel doen? Nou, niet moet ik het wel doen, ik wil het wel echt gaan doen, maar nou ja, dat hoort er allemaal bij, denk ik. Maar best wel pittig, vind ik het. Ja, ik vind het best wel heftig. Ook, ik haat liegen en het voelt nu alsof ik lieg. Want ik weet dat ik wegga en ik heb het nog niet verteld omdat ik mijn contract niet heb getekend. En ik ben niet iemand die het pas een maand van tevoren gaat zeggen omdat dat wettelijk moet. Nee, ik ga het, zodra ik het zeg, zodra ik het weet, ga ik het ze vertellen hoor. Ik denk volgende week, maar ik wil dat zo graag ook mijn collega al vertellen. Maar dat moet ik gewoon niet doen. Ik moet het eerst zeker weten. Maar ja, een beetje een rot gevoel. Heel dubbel. Het is ook zo'n andere wereld. Maar ik moest zo erg schakelen in mijn hoofd vanochtend weer van oké, ik ga nu weer voor de klas staan. Ik ben natuurlijk alleen maar bezig met mijn zaak. En nu moet ik weer helemaal schakelen naar oké, tot woensdag weer niet juf zijn en weer met je zaak bezig zijn. Zo'n omslag in je hoofd, bizar. Ja, ik vind het moeilijk hoor, jongens. Ik bedoel, het is niet dat ik het niet leuk vind om juf te zijn. Ik heb gewoon nog een droom en die wil ik nu graag gaan verwezenlijken. En kijken of het me lukt. Dat vind ik ook gewoon heel tof. Ik vind het wel heel leuk dat ik het allemaal vastleg. Geef je duimpje omhoog als je het ook leuk vindt. Mama gaat een gemmer shot. Ik denk dat je echt zo gaat kijken. Eeuw! Doe maar. Ja, ik moest even dicht. Heel gaaf. Heftig? Een hele grote foto opzetten. Brand in mijn keel. Ja. Is dit goed? Ja. Lijkt een beetje op een medicijn. Ik ga het echt goed voelen. Ik ben het aan mijn ouders aan het laten zien. Mensen willen altijd schuiven zitten, hè? Nee, als 30 graden. Indo zit daar. Maar wat ik niet heel goed begrijp... Dit is het nu. Wat ik niet heel goed begrijp is hoe je... Dit is het. Mooi hoor. Dit is wel grappig. Ik heb nu... Nee, ik heb gisteren even wat gevlogd dat ik naar het pand ging natuurlijk. Maar ik heb jullie nog niet verteld... Hi camera. Dat er dus wijzigingen zijn in de plannen. Nou, eigenlijk is er niks gewijzigd. Maar ik ga het dus samen doen. Met iemand. Degene zit nu naast me. Oeh, spannend. Spannend. En we zijn nu vandaag even op pad. We zijn net naar het pand geweest om maat op te nemen. En daarna zijn we met de makelaar naar... industrie ergens iets geweest naar iemand die gaat stoppen met zijn bedrijf, cateringbedrijf, om te kijken of we wat willen overnemen. Maar aangezien het pand niet zo groot is, heb ik echt ook iets van, het is allemaal natuurlijk niet mooi om in het zicht te hebben. En heel veel zal wel in het zicht moeten staan. Dus het wordt waarschijnlijk niet echt iets voor ons. Hooguit de vaatwasser misschien. En nu gaan we weer met de makelaar terug naar de Dorpsstraat om nog naar een ander pand te kijken. Waar ik hem dus in eerste instantie voor heb benaderd. Aan het grote horecaplein, maar daar was al... Eigenlijk waren ze al best wel ver met iemand die daar zou gaan zitten. En hij had iets van, als je het in je eentje doet, is het pand van Blackbird beter. En nu we het met z'n tweeën gaan doen, gaat hij dus ons wel het pand laten zien. We weten niet exact hoe en wat. Maar het voordeel aan dat pand is dat het nieuwbouw is. Dus het scheelt zo erg in de dingen die je moet voorbereiden daar om het pand mooi te gaan krijgen. En het is €200 duurder per maand geloof ik. Dus nou, ik ben echt super benieuwd nu hoe het eruit gaat zien. Want ik ben een beetje verliefd op het pand van Blackbird, maar het is... heel veel werk om mooi te maken. Dus daar gaan we nu naar kijken. Ik heb trouwens even een brood gehaald. Bij dus het pand waar het eigenlijk om gaat. Lekker zuurdesem. Die willen we dus misschien ook gaan gebruiken voor ons voor onze broodjes. Wil je een kapje of geen kapje? Ja? Super zwaar en stevig. Lekker joh. Nou ja, we vinden het heel leuk om samen te werken met mensen uit de Dorpsstraat zelf. Dus als het voor ons interessant is financieel om dit brood te gebruiken ook. Dan... lekker. Oh my god, dit is dus heel erg perfect. Maar we mogen nog niet te enthousiast worden, want we weten dus niet of het kan.
Oh ja. Doorbrein. Helemaal netjes en gedeelde wc's hier voor mannen en vrouwen. En, Jongens, we waren op slag verliefd. We zijn helemaal dol. Ik heb Mel nog nooit zo dol gezien. Ze lijkt mij wel. Ik ken niemand die altijd zo hysterisch wordt als ik. Maar wij zijn allebei wel... Oh. Je ziet het ook meteen aan ons. Dat ziet hij ook. Helemaal aan het glunderen. Hij gaat het overleggen met de verhuurder. Maar dit is perfect. Het heeft niks, niet wat het andere pand wel heeft, zeg maar, toch? Het andere pand is helemaal prima, maar dit heeft zoveel meer. Klaar. En het heeft geen één nadeel ten opzichte van Blackbird. Nee. Ik kan er geen één bedenken. Dus hij gaat het vragen. En terugkoppelen, we zijn heel nerveus. Nu gaan we onze mannen even bellen. Om te vertellen, ook al is er nog geen nieuws. Jongens, ik had net de makelaar aan de lijn. Ik heb niet gevlogd, want ik wist niet dat dit zou gebeuren. Hallo? Hallo? Wil je eerst nieuws horen of wil je eerst weten waarom die belde? Allebei, tegelijk ook nog. We hebben het. Echt? Ja. Ik ben helemaal gelukkig. Dat heeft hij zo gedaan. Oh mijn god, ik kan me huilen, Mel. Het voelt zo goed. Het voelt zo goed. Niet huilen, is niet nodig. Ja, maar dit voelt echt perfect. Ik voel het aan alles. Oh mijn god. Ja, holy. Oké, maar? En waarom belde hij? Nee, wat ik al dacht, hij belde, hij zegt van... Ik heb gezien dat het zo vaak misgaat als mensen iets samen beginnen. Nou, dat verhaal. Ja. Hij zei ook, ik vind jou zo'n leuke vrouw. Ik krijg zoveel positieve energie van je. Allemaal veren in mijn reet, weet je wel. Echt heel leuk. Ja, ja. Maar hij vindt het dus... Hij is zo enthousiast en hij wil dus voor mij gewoon zo graag niet dat dit misgaat. Hij gunt het me echt niet normaal. Okay. Heel fijn gevoel. Dat is goed, toch? Ja, maar ik heb hem helemaal kunnen overtuigen dat hij mij ook meteen gelooft. Ik zeg ook, weet je, het is niet dat wij een vriendschapbasis hebben of iets. Hoe wij elkaar leren kennen, dat komt uit... Jij bent een soort van familie voor mijn vriend en iedereen eromheen. En iedereen kent jou al zo lang en het vertrouwen is zo sterk. En dat weet ik van anderen, maar ook wat ik zelf heb ervaren. Ik vertrouw jou gewoon helemaal en dat is best wel bijzonder. Ja. En dat zit heel goed. En jij gunt mij alles verder. En ik gun jou daarin alles. En dat het is heel... Ik zeg, ik zou nooit met mijn vriend dit doen. Nooit met mijn familie. Niet met mijn vriendinnen. Ik zou dit echt niet zomaar met mensen gaan doen. Nee. Dus ik heb hem helemaal overtuigd. En hij zegt ook verder, totaal niet naar mij. Want ik vind er ook hartstikke positief gevoel bij. En jullie zijn zo enthousiast. Helemaal leuk. Het is puur omdat hij dus zo intrinsiek betrokken is al bij mij op een of andere manier, dat hij het mij gewoon niet gunt dat het misgaat. Dus dat is eigenlijk heel schattig gewoon. Maar ik geloof gewoon zo dat dit gaat werken. Je voelt het aan alles. Het gaat gewoon zo makkelijk. Joh. Dat loopt zo soepel. Goed. Ja. Ik maak me daar ook echt niet druk op. Maar goed, het is fijn dat hij zo betrokken is. Ja. We gaan het doen dus. Ja, niet normaal. Oké, ik moet even ademen. Ja, ik was echt helemaal... Hij zei dat jij even die dingen die ik heb moeten sturen naar hem, moet jij ook gewoon even naar hem sturen en dan gaat hij een contract maken. Dus ik zal je het lijstje even sturen, heel kort is het. Ja, dat is goed. Ja, en we moeten even die vergunningen aan dan. Ja, ja. Heel is nog in de vergadering, dus je weet helemaal van niks. Oh my god, Mel. Holy. Ja. Nu, hij zegt ook, toen ik jullie ook samen zag, toen dacht ik ook van ja, ik gun jullie echt deze plek. Nou jongens, inmiddels helemaal ingestort, maar... Ze zijn even langsgekomen, want we moeten hier even proosten vandaag natuurlijk. Ook al is het nog niet getekend, maar het is gewoon zeker. Dus we gaan lekker proosten. Champagne. Oh, ik was zo blij net en nu ben ik gewoon even heel moe. Jij dat ook? Ja, nu, maar nu net hoor. Gaat die eens een beetje omhoog? Iedereen is super bang. Ja, vooral als je helemaal niet bij. Maar hij beweegt niet. Kom, kun je niet snel, stop je. Ik vind het zo heen. Je moet ook richting ons. Doe ik niet. Zo, stop je. Ja. Bijna. Nee, nog lang niet. Lang dit ook. Oké, komt ie. Ja, 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 ja. Oh my god, waarom duurt het zo lang? Hij gaat gewoon niet poppen. Ja, nee, nu gaat hij echt. Niet schrikken. Ja. Woe! Oh my god. Nee, waarom gebeurt dit altijd? Waarom doe je dat op je boven je kleed? Mathieu en ik het even die fles geschud. Waarom heb ik dit altijd? Alles is zuur nu. Lekker. Maar helemaal. Ah, oh, het ruikt zelfs helemaal naar binnen. Cheers. Jullie ook, proost. Cheers. 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 Weet je waarop we proosten, Katie? Nee. Lekker moe hoofd. In al mijn enthousiasme ben ik jullie helemaal vergeten te vertellen waar dit hele samenwerkplan vandaan komt. Maar hoe is het nou gekomen? Nou, sowieso de laatste dagen begon in mijn hoofd ineens even het stemmetje van... Oké, heel leuk en aardig dat je het allemaal gaat doen. En je gelooft erin en
Dat is allemaal helemaal top. Maar hoe ga je in hemelsnaam in je eentje alles doen? Bediening. Eten maken. Drankjes maken. En alles wat er nog bij komt kijken. Hoe ga je dat ooit kunnen waarmaken? Daar zat ik wel een beetje over na te denken. En toen kwam het punt dat ik... Op een gegeven moment wilde ik een beetje mensen gaan vertellen hierover. En toen heb ik volgens mij Mel dit verteld. En die was heel erg enthousiast. En nou, dat was heel erg leuk. Dat was een paar dagen geleden. En toen... 2 dagen geleden, zaterdag. Is dat 2 dagen geleden? Toen kwamen Bart en Mel bij ons eten. En wie is Mel? Nou, Mel is eigenlijk een van de allerbeste vriendinnen van mijn vriend. Zij kennen elkaar al super lang en dat zijn gewoon beste vrienden. En zo heb ik Mel leren kennen. Dus Mel en ik hebben geen vriendschapsbasis. We zijn niet, zeg maar, zelf vriendinnen. We zijn gewoon bevriend geraakt hierdoor. Toen hadden we het er gewoon een beetje over op het avondje. Helemaal leuk. Daarom heb ik het ook niet gefilmd. Dat was echt gewoon totaal onverwacht dat dat ging gebeuren. En toen vertelde zij dat ze eigenlijk, dat wist ik natuurlijk helemaal niet, ook wel ambities heeft om ooit een eigen escape room te hebben met eraan vast een cocktailbar. Want zij zit in de escape room branche nu. Ze heeft heel veel ondernemingsdingen gedaan. Altijd lekker voor zichzelf bezig. En dat was van haar een droom, maar iets wat ze nog niet heeft waargemaakt. En toen merkte ik aan haar van oké, ze heeft ook echt wel die passie en ambitie. Toen zei ik van nou, lijkt het je leuk om op vrijdag Mel's cocktail night of zo te doen. Dat leek er wel leuk. Terwijl we daarna weer met z'n tweetjes aan het kletsen. En toen merkte ik van, volgens mij zou je meer willen dan dat je nu zegt. En toen bleek dus dat Mel eigenlijk exact deze ambitie heeft. En dit ook super graag zou willen, maar het nooit heeft gedaan. En het ook eigenlijk fijner zou vinden met iemand samen bijvoorbeeld. Nou, zo waren we gewoon een beetje aan het kletsen. En toen hadden we iets van, wow, oké, we moeten niet te impulsief doen. Laten we er even een nachtje over nadenken. Van, zou het iets zijn om dit samen te gaan doen? En jullie weten misschien inmiddels wel dat ik best wel... Ik noem het impulsief altijd, maar het is niet per se impulsief. Het is gewoon hoe ik ben. Als ik iets goed vind voelen, doe ik het gewoon. En het gaat ook eigenlijk altijd goed. Dat is gewoon mijn karakter. En zij heeft die horeca-ervaring. Ze heeft ook die passie. Het is leuker met z'n tweeën, want nu kan je met iedereen gaan sparren. Maar uiteindelijk spar je voor je eigen onderneming. En is het niet de onderneming van die ander. Dus het heeft gewoon zeker voordelen. En ik vind het heel erg leuk om dingen zelf te kunnen doen. En het hele concept zelf te kunnen bedenken. En ik ben echt wel een eindzoekganger. Maar Mel is zo'n chill persoon dat ik gewoon voelde van... Ik ga gewoon nog steeds kunnen doen wat ik heel erg graag wil doen. Alleen ga je samen alle kosten delen. Je gaat ook alle winsten natuurlijk samen delen. Alles gaat gewoon 50-50 helemaal samen. Dat is even spannend, maar we hebben besloten om dat dus wel te gaan doen. Zonder er heel lang over na te denken. Ik vertrouw haar gewoon compleet. Ze is een soort van familie van mijn vriend. En dat zit gewoon helemaal goed. Dus dat is een beetje het verhaal. En als jullie vragen hebben, laat het zeker weten. En dan zullen we dat in volgende afleveringen ook gewoon beantwoorden. En zo gaan we door. We hebben er echt super, 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 super veel zin in. Het is gewoon heel erg leuk om... Ik vind het heel erg tof om iets zelf te doen, maar het is ook wel heel erg leuk om het samen te doen. Girl bosses, echt heel leuk. Goedemorgen, het is donderdag, 9:45. En we hebben afspraak bij een accountant / jurist. Jurist, om alles te gaan regelen en op te stellen. We hebben niet echt een idee nog hoe lang we hier naartoe gaan en dat soort dingen, maar ik denk dat het wel even gaat duren en dat we echt heel veel gaan regelen. De focus moet even aan. Koffie. Dit zijn echt dingen waar ik in ieder geval echt niks van weet. Dus ik ben benieuwd. Hallo. We zijn meer dan 3 uur daar geweest. Niet normaal. De rekening zien we later wel. Nee. We hebben, hoe heet het? Dit was vriendendienstje. Echt? Dit was vriendendienstje. Heeft wel goed gefixt. Ja, toppertje wel. Hij heeft echt wat hebben besproken. Ik heb 5 pagina's meegetikt. In ieder geval op het einde gehad over wordt het VOF of wordt het BV. Heeft hij alles uitgelegd. Waar ik heel blij mee ben is dat hij ons heeft geholpen met een berekening. Ik weet even alle termen ik nu ook niet meer. Mijn hoofd is echt. Maar wat je echt hoort te doen van hey, wat ga is gewoon echt nu uitrekenen. Ik zet hem even hier. Hoeveel, welke dagen ga je open? Wat verwacht je om te gaan zetten? Gewoon die hele berekening. Kan je wel winst maken, maar een echt goede berekening. En we gaan nu meteen door naar de KVK. Oh. Zeker KVK of zo dit. Ja. Wacht. Hallo, met Charlotte. Dag Charlotte, met makelaars. Hallo. We hebben een tijdje terug inmiddels weer contact gehad over de Dorpsstraat. Ik dacht eigenlijk nog dat ik het
wat van jou zou ontvangen over jouw concept. Oh ja, ik had eigenlijk niks meer gehoord. Nee, inmiddels ben ik al met iets totaal anders bezig. Dus, oké. Ja, deze makelaar belde ik als eerste over Dorpsstraat 127 en hij had niks te vertellen over het pand, helemaal niks. Over welke? Die waar met zo'n kelder in zit. Oh. En Erik verhuurt dus ook dat pand en die wist mij wel heel veel te vertellen. En zo kwam ik bij Erik en toen, maar nou ja, whatever. We gaan dus ook meteen naar de KVK, want de KVK had plek. Super grappig allemaal. Nu ga ik als een gek naar het tankstation om een broodje te halen, want ik heb alleen een banaan en een appel op en het is 1:30. En anders word ik heel hangry. Oké, we zijn in Den Haag, KVK, we hebben nog een paar minuutjes. Maar we hebben dus in het begin een beetje besproken wat is precies de doelgroep, wat is exact het concept wat we de hele tijd hebben. Tentjes geadviseerd waar we nog even langs kunnen gaan, die wij precies zijn. Nou, dan een verbouwing, die schrijf je af in 10 jaar. We hebben zoveel bankgarantie, zit er btw in of geen btw in. Dat we vergunningen, eerst, nou ja, ik zit hier even de notities door te lezen. Naar heel veel over hoeveel gaan we investeren. Daarvan is zoveel verbouwing. Zoveel is inventaris. Zoveel zijn directe kosten. Per persoon hebben we zoveel nodig om van te kunnen leven. Als we niet uitgaan van winst, maar puur wat nodig is. Geen personeelskosten. Wat zijn de huisvestingkosten? Schoonmaakkosten. Energie, water, gas, licht. Kantoorkosten. Exportatiekosten. Autokosten. Nul. Marketingkosten. Algemene kosten. Afschrijvingen. Hoeveel hebben we dan per maand nodig? Wat zijn de onverwachte kosten? Waar willen we mee gaan starten? Vanaf wanneer verwachten we omzet te maken? Wacht, wacht, anders raak ik in de war. Ja. 55. Ik dacht 50. Is dat 35? Ja. Okay. Ik heb al zo'n pittige dag. Ik ga met mijn cover af. Kijk hoe moe ik ben. We hebben dus getekend voor een VOF. Dat is wel spannend, ik heb best wel emoties bij kijken, want VOF betekent ook dat je samen aanspraak brengt voor alle kosten. En ook dat als de ene de kosten niet kan dekken of als je schulden krijgt en de een kan niks betalen, dan moet de ander daar volledig voor opdraaien eigenlijk. En ze pakken ook je privévermogen. Dat vind ik heel heftig, maar een BV is gewoon echt niet geschikt voor ons. Dat vond ik wel even heftig. Maar het hoort er allemaal bij. Grappig trouwens, dit is de tekening die we hebben gemaakt. Toen we het andere pand gingen opmeten, echt 2 uur voordat we te horen kregen dat we het andere pand kregen. Dus deze kan nu weg. Dus ik heb het vandaag aan de directrice verteld. Dat het glimmend en op mat doet. En we hebben het huurcontract nu in de mail. Want je hebt veel geld nodig. De bar, hier je winkel. Ja, we kunnen ook een hele diepe koelkast hier zetten.